De maximum snelheid op deze weg is 50 km per uur. In de video zie je dat voor ons drie auto's rijden die afslaan op verschillende kruisingen. Dus deze automobilist is niet degene die de snelheid bepaalt. Achter deze bestuurder is een andere automobilist heftig aan het bumperkleven. Het kenteken wat we zien behoort toe aan een Audi A6. Laat dat nou net niet de auto zijn waar wij voor rijden. De voetganger in de volgende video heeft vroeger waarschijnlijk geen passie in Adriaan gekeken. Want die zeiden tegen ons, kijk links, kijk rechts en nog een keer. De fietsers in deze video nemen het niet zo nauw met de verkeersregels. Ze rijden daarom gewoon aan de verkeerde kant van de weg. Ook is dit een ontzettend lastige situatie om een pechgeval te krijgen. Ja, het zal je maar gebeuren. Gelukkig houden wij altijd onze snelheid in de gaten en rijden wij nooit meer dan 50 km per uur. Daarom zijn we nu dankbaar. Je moet namelijk altijd rekening houden met een gek die de bocht om kon zetten. De maximale snelheid op deze weg bedraagt 90 km per uur. En dat is niet voor niks. Er is een dubbele doorgetrokken streep zichtbaar aan de linkerkant. En ja, ondanks dat de gevaarzetting laag is, bedraagt het boetebedrag voor deze verkeersovertreding, die nu eraan komt, €230. Niet lang daarna, na een tijdje rijden, is deze bolide die lekker snel door wilde rijden, net als ons, aangekomen bij het stoplicht. Ik vraag me af of deze overtreding wel nut heeft gehad. Blijf kijken, we gaan door met meer video's. Een grote persoonsbus en illegaal geparkeerde auto's laten niet veel ruimte over voor eventuele fouten. Wat goed te zien is in deze video. Fouten zoals een vrachtwagenchauffeur die achter de bus geen auto's verwacht, is mogelijk. De vrouw in de volgende video is niet helemaal bewust van de situatie die een fietser kan veroorzaken als zij links proberen in te halen langs een auto. Tegemoetkomend verkeer ziet dat zij wil inhalen en gaat met z'n allen vol in de rem hangen. Niet zo slim natuurlijk van deze mevrouw. Ze beseft niet dat ze hierdoor een verkeersontstopping kan veroorzaken.